artikel 12, woonplaatskeuze. In dit artikel staat dat je als koper zijn, dan mag je sowieso natuurlijk de notaris kiezen in de meeste gevallen. En hier staat dat de notaris dus als het ware een soort van postadres wordt voor alles wat er gaat gebeuren omtrent die koopakte. De originele koopakte gaat daarheen, die zal er ook altijd blijven liggen, of in ieder geval de aankomende 10 jaar zal die in het archief zitten. Als de Belastingdienst de koper niet meer kan vinden, dan zal die altijd naar de notaris terugkomen om daar naar de originele stukken te vragen. Dus het is een belangrijke keuze bij welke notaris je alles neer gaat leggen. Artikel 13 is een vrij lastig artikel. Daar staat registratie van de koopakte. Het artikel zelf is heel kort, maar de meeste mensen snappen niet waar het over gaat. Ik zal het proberen goed uit te leggen. Als je eigenaar wordt van een woning, dan is dat nog nergens te zien. Je hebt ooit een koopakte getekend. Op Funda staat dat de woning verkocht is, maar niemand kan nog zien dat jij koper wordt van het huis. Op het moment dat je naar de notaris gaat en de sleutels krijgt, wordt er in het kadaster, waar iedereen als eigenaar in staat, ingeschreven dat je koper bent. Dus tussen het moment van koop en naar de notaris gaan, gebeurt er nog niks. Wat je kunt doen, is de koopakte laten registreren. De getekende koopakte gaat dan naar de notaris toe en de notaris zorgt dat er bij het kadaster alvast jij als toekomstige eigenaar in komt te staan. En dan kan dus wel iedereen zien dat jij koper gaat worden van het huis. Zo'n registratie staat voor een half jaar in het kadaster of totdat je naar de notaris gaat om over te dragen. En het is wel zo dat die registratie geld kost. Het is alles tussen de 100 en de 250 euro moet je oprekenen. En met deze registratie, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste, met deze registratie zorg je ervoor dat er tussen het moment van het kopen van het huis en het moment dat je naar de notaris gaat, niks kan gebeuren. Dus wordt er beslag gelegd op het huis, maakt dat geen invloed. Zal er een andere koper komen die 10.000 euro meer op het huis wil bieden, maakt geen verschil meer. Jij wordt gewoon de koper. Dus het is best wel slim om daarover na te denken of je wel of niet dat wil doen. Artikel 14, nou, dat is gelukkig een hele makkelijke. Identiteit van alle partijen moet worden vastgesteld. Dus dat betekent dat je je identiteitsbewijs in ieder geval moet hebben laten zien aan de makelaar en later ook bij de notaris bij de eigendomsoverdracht.